vrijheid. Voor ons is ze vanzelfsprekend, voor velen is ze zo ver weg. Die gedachte kwam meermaals bij me op onder het lezen van het verhaal van Daria. Een verhaal dat me recht naar de keel greep. Een verhaal van telkens weer de rug rechten, van veerkracht, van moed. Het verhaal van Daria leert ons dat vrijheid een kostbaar en fel bevochten goed is. Dat vrijheid fragiel is ook. Dat ze teloor kan gaan indien de maatschappij daar niet waakzaam voor is. We zijn bekommerd om de toekomst van de vele meisjes die zich door gemeenschapsdruk onderworpen aan de vrouwonvriendelijke interpretatie van de islam. En dat is geen islamofobie. Dat is ook geen aanval op een religie. Het is de liefde voor de mensheid. Wat wij nodig hebben is een heropwaardering van onze verlichtingswaarden die onder het stof zijn komen te liggen. We waren maar een kind van 12 jaar oud wanneer wij niet meer mochten fietsen. Want geslachtsdeel van een vrouw mag niet in contact komen met de zadel van een fiets. Zo vernederend was dat. Wij werden gereduceerd tot een geslachtsdeel. En daarom moesten wij altijd ons eigen bedekken en beschermen tegen de wellustige blikken van de mannen. Ik ben blij. Want toen ik hier in België was, plots heb ik mijn vrijheid gevonden. Wat het me enorm veel heeft geholpen. Ik was vrij en ik was blij. Intussen heb ik ook sterke banden gemaakt met mijn nieuwe land. Waar het mij heel warm omarmd heeft en mij de kansen gegeven had om gewoon weer een leven uit te bouwen.